Welkom bij de derde auditieronde van de Awkward Talent Show. Hebben jullie zin in de optredens? Nee. 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 Kom dan, ik weet niet waarom je daar staat. Ja, dat is branding. Ja. Dat is mijn eigen kledinglijn. Wil je dat even weghalen, dat op Jusje? Ja. Tristan, ja. Wat ga je doen? Ik ga gedichten voor jullie voorlezen. Zelf gemaakt? Ja, helemaal zelf gemaakt. Niet via Zwarte Piet, ik bedoel Sinterklaas.nl? Nee. Hey, wat voel jij bij de kleur zwart eigenlijk? Dat vind ik wel heel vrolijk. Mooi, hè? Heel mooi. Zwart is echt mooi. Vind ik wel vrolijk. Ja, echt super zwart. Echt oef. Wil je even achter dat zwarte gordijn gaan? Ja, ja, vind ik wel mooi. Dat deed ik niet expres. Kan je komen? Ik moet niet naar hem luisteren. Oké, Tristan. Goeie. Succes met je act. Het podium is van jou. Ja, dus ik heb neergeschreven. Zak aardappelen. Vijf voices, blokje, fuck, is gewoon boodschappenlijst van moeder. Hoe kan ik zo dom zijn? Godver. Een weetje over kaas. Kaas is gemaakt van melk. Melk wordt ook wel geproduceerd door koeien. Er wordt voor 1 kilo kaas wel 10 liter melk gebruikt of zo. Is dit Wikipedia wat je nu voorleest? Nee. Ja, dit was het eigenlijk. Dit. Oh, shit. Nou, Tristan, hij was een beetje kort. Ja. Maar dat ben je wel gewend. Ik vond het heel kut. Ik had meer van je verwacht. Vooral meer gedicht, want er was geen gedicht. Ja, nee. Ja. Tristan, bedankt voor het meedoen. Je hoort... Ja. Willen jullie nog brood? Nee, je mag weggaan. Dankjewel, je hoort straks of je door bent. Kom maar even lopen. Hallo, leuk. Op die stip. Hey jongens, ja, ik heb één probleem. Wie de fuck ben jij? Ja. Er zijn schoenen. Er zijn schoenen van Adidas aan. Is dat product placement? Ja, dat is het probleem, ja. Ja, die moet je wel uitdoen als je wil. Ik zei toch, ja, het gaat misschien een probleem zijn. Waar moet ik mijn schoenen aan? Neem ze wel mee, man. Oké. Hallo. Hallo. Wat is je naam? Bo. Bo, wat ga je doen? Ik ga comedy doen. Wat voor comedy? Ik ga gewoon een cabaret doen. Wat is die plek bij je tenen daar? Is dat zweet? Of? Oh. Ja, kijk, ik had niet verwacht dat ik mijn schoenen moest uitdoen. Ja. Ja, oké. Begin maar met je act. Hoe oud ben je? Nu... 14. Hoe de fuck zijn ze gast 14? Kom je uit een grote familie? Nee. Joost, hoe lang ben jij? Ik wil Joost aanraken. Mag ik je aanraken? 1,97 meter. Je kijkt dan, dat is gewoon bijna... Hij is net 1,2 centimeter kleiner. 1,86? Ja, ik ben 10 centimeter langer dan hij is. Maar jullie verschillen evenveel in lengte als in leeftijd? Ja. Damn. Vijf jaar. Hij is 13. En jij bent 18. Ik ben 28. Oké. Okay. Ben je 28? Jij bent geen 23. 28. Oh, ja. Kan je hem even opgooien? Ja. Dat is tweeën. Oh. Kom mij nou ook, hè? Ja. Het staat er op je shirt. Japans. Op de stip. Ik sta toch op de stip? Waarom schreeuw je dan? Oké, je mag beginnen. Dankjewel. Sorry. Hey. We hebben gezegd dat we met steden niks doen, maar dit is een land, hè? Dit is Japan. Ja, hij heeft wel een landshirt aan. Ik dacht dat jij van Japan hield. Je mag beginnen. Veel plezier. Ik hoor wel eens van die mensen en die zag je dan best wel raar. Dat we dan wakker worden en gelijk onze mobiel erbij pakken. En dat we daar eigenlijk zo gehecht aan zijn. En dan denk ik, ik vind het eigenlijk best wel raar dat wanneer jij wakker wordt, dat je dan direct denkt aan mensen die veel op hun mobiel zitten. En sowieso, ik dacht er toen aan, is een mobiel dodelijk voor mezelf? Nee. Is een mobiel... Onderbreek even, je moet je microfoon hier houden. Sorry, ik ben hier niet zo goed in. Je mag dan wel lang zijn, maar hier. Er is één gedeelte dat ik dus niet goed in de microfoon heb gepraat. Moet ik overnieuw beginnen of... Doe wat je wil. Dan loop ik nu weg. nieuwe aflevering van Roadtrip is nu. Ja, maar hij is bezig. Heb je deze al gezien, aflevering 2 met JJ Boske? Ik ben ondertussen al wel vergeten waar ik was. Oké,
Het podium is voor jou. Heb jij nieuwe roadtrippers al gezien? Ik hoorde net dat er drie teams waren. Fuck het derde team. Oh, statement. Ik hoor wel eens van die mensen en die zeggen dan best wel gek. Dat we dan wakker worden en gelijk onze mobiel erbij pakken. Ik heb het al gehoord. Pak hem op, hè. Dus ik dacht, is een mobiel dodelijk voor mezelf? Nee. Is een mobiel dodelijk voor anderen? Nee. Tenzij je de maker van Pokémon Go bent, dan heb je pittig veel doden op je naam staan. Ja, Nakamasaki, dat is niet zo slim, hè. Lijkt me ook irritant dat je zo'n Japanse naam hebt en elke keer dat je je naam zegt, dus dat je dan zo'n les Japan moet gaan geven. Naken betekent naakt en Masaki betekent mijn zaakje. Nooit lachen om je eigen grap. Sorry. Ik vind Japanners überhaupt raar. Dat je dan naar zo'n sushi restaurant gaat en dat je dan vervolgens als je naar het toilet moet je stokjes meeneemt en dan lekker je kont mee gaat afvegen. En dat je vervolgens gewoon weer lekker verder gaat eten. Kijk, dat vinden wij dan heel raar, maar dat is voor hun heel normaal. Of wat wij Nederlanders dan doen, en dat Japanners heel raar vinden, is dat voordat we boerenkool gaan eten, eerst de worst 5 keer tegen onze wang aan slaan. Doen we dat? Ben ik de enige die dat doet? Ja. Yeah. Oh, sorry. Mensen zeggen ook dat Japan en China op elkaar lijken. Ja, dan lijken Nederland en Duitsland ook op elkaar. Nee, er zitten echt verschillen tussen. Heb jij bijvoorbeeld ooit een Duitse vegetariër gezien? Hallo, mag ik een schnitzel? Hallo, mag ik een boerst? Hallo, verkauft ook vleesvervangers? Nee. Of bijvoorbeeld het verschil tussen China en Japan is dat Japanners... Ach nee, er is helemaal geen verschil. Er is wel verschil. In China smak je bij het eten en het laat dan zien dat je het ook lekker boeren, vindt. Toch? En boeren. En in Japan is dat weer disrespectvol. Dus er zijn wel verschillen, man. Best wel veel eigenlijk. Ja, maar ik kon niks grappigs vinden, zeg maar. Oké, en wat een verschil is dat er in Japan een kernbom is gevallen en in China nooit. Weet je? Kunnen we wel even doen. Ja, zou in principe kunnen. Please, niet nu ik hier ben. Wat ook verschillend is dat China Tibet heeft overgenomen. Japan heeft dat niet gedaan. Doen jullie bij elke act zoveel met elkaar praten? Dan gaan we door. Oké, China had ook de zijderoute. Kennen jullie bijvoorbeeld de vlag van Japan? Ja. Nee. Pascal, kan je even uitleggen wat de vlag van Japan was? Wit met rood. Dat is die zon. Pascal heeft gelijk. Ik heb gelijk. Ja. Ja, toch? Ja, hier, zie je. Kijk, ik vind de vlag van Japan veel diepgaander dan de vlag van Nederland. Kijk, de vlag van Nederland is gewoon rood, wit, blauw en dat is het. Kijk, als je dan op Google gaat zoeken naar dingen die rood, wit, blauw zijn, krijg je letterlijk gewoon de Nederlandse vlag. Kijk, de vlag van Japan is veel diepgaander. Dat betekent echt iets. Gewoon je vriendin die ongesteld op de witte bank is gaan zitten. Jezus Christus. Oh, dat is wel cool, ja. Dankjewel, Leon. Tering, dat stinkt. Shit, ik word gebeld. Wacht even. Nee, mam. Nee. Nee, ik ben nu bezig. Nee. Nee. Nee, ik heb helemaal geen abonnement op Pornhub. Nee, vraag het desnoods aan Flappy. Die houdt misschien wel van wiebelende konijnen. Dat was mijn act. Denken jullie dat hij hentai kijkt? Ik denk dat hij kapot van hentai kijkt. Ik weet het wel zeker. Ja, ik weet het ook zeker. Zie je erachter? Nog iets? Eén stapje. En nu naar voren naar stip. Spring erop. Entree, ja. Dat editen we mooier in, dat je zo pjoeg opeens verschijnt. Nee, dat doen we niet. Oké. Okay. Wat is je naam? Brandon. Hoe oud ben je? Ik ben 13. Hoe oud is je kikker? 5. Ben je Thomas de Sapling toevallig? Nee, dat is de kleinere variant van mij. Oh, dus jij hebt meer abonnees? Ik heb het over lengte. Ik vind hem nu al leuk. Je mag van mij beginnen. Veel succes. Dankjewel. Oh, dat is heel erg pijn. Waar moet ik hem houden? Gewoon ergens. Sleutels vast de deurknop heb ik in mijn hand. Wacht. Stop. Moeten we niet een koffer doen dat je zelf, in plaats van dat we de stem van de persoon... Dat is dus het punt. Ik had niet veel tijd om dat te oefenen. Ik heb het geprobeerd, maar dat lukt nog niet helemaal. Oh, dan gaat het doen. Oké, ik ga de instrumental aanzetten, man. Oh, sorry. Pomp weer. Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Waar komt het geluid vandaan? Ik twijfel of ik nu nog wel naar binnen kan. Waar komt het geluid vandaan? Je deed het heel goed, maar... Misschien hier. Hier? Ja. Oh. Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Kom even zo, jongens.
betwijfel of ik nu nog wel naar binnen kan. Van 4 weken de tekst niet meer. Milan is zo lelijk, maar dat is oké. Pascal heeft zijn kleine piemel, oei. Ja, mooi man. Ja. Dus, Wie ben jij? Zeg maar die ene blonde tilbal van het internet. Hoe oud was je? 2. 13. Ah. Klopt het dat jij erbij had, bij jouw beschrijving had neergezet iets grappigs? Ja. Yeah. Vond je dit zelf grappig? Ik vond het meer een teleurstelling, maar... Ik vond het awkward. Waarom zijn we bij de Awkward Talenten Show? Yeah! Yes. Hij snapt hem, jongens. Hij vertelde me net dat hij faalangst heeft en heeft het toch gedaan. Nou, applausje. Woo! En nu mag je oprotten van het podium en zien we je straks weer. Ik wil dood. Hey, hallo. Hey. Wacht even. Kai is midden in een game. Oh, even wachten. Ja, dat is wel belangrijk. Ja, laat me alsjeblieft deze dungeon afmaken, dan ben ik klaar. Zo! Ik ben bijna level 40, Pascal. Hey, wat is je naam? Hi, ik ben Irene. Leuke naam. Ja, dankjewel. Ik ben aan het tanken. Leuke... Live tapping. Leuke kroon. Ja, dankjewel. Ik denk, dan ben ik een beetje lief. Ze is aan de drugs, ze is een hippie. LSD. Wat ga je doen? Wat ik ga doen? Ik kom het alfabet even vertellen. Gewoon A, B, C, D of... Ja. Zullen we de warm op de tank? What the fuck, bro? Klaar. Hebben we een box nodig? Wie de fuck ben jij? Dankjewel. Rust aan. Dankjewel. Thanks, Leon. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, I, Z, Z, I, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Kom op! C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z, 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 I, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, J, I, H, G, F, E, D. Oké, dankjewel! I, G, F, E, D, C, B, A. Ja? Weet je wat ik echt opmerkelijk aan deze act vind? Is jouw talent is gewoon geboren zijn met nul talent. Ja, daarom dacht ik, ik doe mee. En dan kon ik dat laten zien, hè. Ja, maar wat is er? Ben je op je hoofd gevallen als kind of zo? Hoe kan je nou hier op het podium komen staan en 3 keer het alfabet gaan opnoemen en uiteindelijk... Ja, de alfabet, ik denk, die kennen jullie niet. Ik denk, kom die vertellen, hè. Nee, luister. Wat Kai probeert te zeggen is... QL... Ik ben dingen aan het andersom aan het doen. Doe jij ook. Je maakt goed gebruik van het miudop. Ja. Miudop. Miudop. Nou, deze is echt niet snugger hoor. Nee, zo slim ben ik. Wat betekent wat? Miudop. Nee, zo slim ben ik niet. Ik kan alleen het alfabet. Oké, ja, dat was podium. Oh. Je maakt goed gebruik van het podium. Ah, dankjewel. Ja, ik vond het super kut, maar ik vind het wel heel leuk. Kut, tuk. Ik vond het wel echt tuk. Maar bedankt voor je deelname. Compliment. En je mag het podium verlaten. Ja, dankjewel. Ja, ik vond het wel mooi hoor. Er ligt nog een box. Nou, ik pak hem wel even. Ja, ik heb even een laptop nodig, want... Hoezo? Ja, ze heeft alleen een liedje op een USB-stick. Ja, wacht even. Milan die haalt even de box op. Ja. Hier man. Hey. Waarom? Ik heb hem. Ja, maar ik heb hem nodig. Wat gebeurt er? Heeft iemand enig idee wat we gaan doen? Nee. Zijn we klaar? Is het een rap? Jongens, volgens mij is het een rap! Woo! Ja, we gaan naar huis, man. We zijn klaar. Ah, man. Alle lichten kunnen weer lekker aan. Gewerkt, pik. Koters. Ja, lekker gewerkt, man. Ja, lekker. Lekker gedaan, man. Hey, dankjewel voor het komen. Ja, daar is de uitgang. Ja, super bedankt. Hey, hey, lekker gewerkt, hè. Ja, dit is goed. Dat is wel vriend. Ik stuur factuurtje op. En later heb ik, jongen. Hij was gezellig, man.
Wacht. Nice. Wacht, Kai, nee, wacht. We moeten nog een ding doen. Maar wie zei er dan net dat het een rap was? Ja, ja. Zij. Het is 4:14. Goedemiddag. Vet, hè? Hallo. Hi. Wat is je naam? Mijn naam is Charlie. Charlie. Hey. Stop met de muziek. Stop. Ja, dankjewel. Wat ga je doen, Charlie? Ik ga een nummer zingen gemaakt van Pascal's en Tweets. Die ja, een beetje retarded zijn. Habbom als je gaat, het podium is. Oké, succes. Vanavond denk ik live. You guys remember Skype. Blassen met gouden handen. Is echt naar haar stem op link. Kan de box iets zachter? Hoe zet je dit ding zachter? Door op de min. De min je hebt, te drukken. Zeg maar hele grote min en plus knoppen. BRB even met vissen water geven. Kan die wat zachter? Zo schijt. Kijk, oh, sorry, beginnen overnieuw. We beginnen helemaal overnieuw. Ja. Oké. Okay. Nee. Even muziek uit, jongens. Gaat helemaal fout. Nee. Okay, kom. Stop! Nee, ga maar. Ga maar. Wij zijn in een pistool. Wij zijn in mij. Wat gebeurt hier? Ik schreeuw. Kom hier mee. Hoi, ik ben Leo. Ik schreeuw mee, maar ik weet niet waarom. Let's go. Fucking snel. Let's go. Begin muziek. Playback. Pascal, blijf maar staan. Ga er maar naast staan. Dit is voor jou. You guys remember Sky. Was met koude handen. Ik zeg naar haar stem op link. Even genieten van mijn leven. Kom mij met z'n. Het is weer tijd om te gaan bedelen. BRB, even met vissen water geven. Is die nieuwe burger bij de Mac te eten? Dit is Joost. Joost is lang. Hoe lang denk jij dat Joost is? Morgen geef ik Joost 2 appeltaarten. No. Alles goed. No. Oh, yeah. Oh, dat was hem. Hier ben ik in. Wat? Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. Ja. Dingen bedenken op muziek, I love it. Morgen nieuwe shop online. Oh, doe mee met Kai. Echt een kut stream. What the fuck? Zetster! Yo, oh, de zetster, oké. Goed zo. Aha. Oh no. Ja. Nee, ik zit in het midden in de opname. Nee. Het is aan het. Ja, ik kan nu eigenlijk niet praten, want ik. Jou kan je bek houden, dankjewel! Ik word gebeld, dan doei! Als ik morgen ziek word, ga ik echt schreeuwen. Okay. Hoe vind je zelf dat het gaat? Heel kut. Ja, ik ook. Ik wil al papieren kwijt. Ja. Tja. You guys remember Sky. Sky. En Leo. En Leo. Is die nieuwe burger bij de Mac te eten? Ik vond het rook wel echt cool in je optreden. Ja. Is dit normaal?
gevangenis. Dus. Charlie. Ja, ja. Zo heet ik. Fucking dope! Ah, ding. Dank je. Ik heb staan. Je hebt een goede stem. Alleen soms versta ik niet helemaal, omdat je niet heel goed articuleert. Nou, jullie zitten een beetje te ver weg, want de microfoon staat volgens mij niet aan. Jawel. Echt? Ja, maar oprecht, jij hebt het heel knap gedaan, want ondanks alles wat er gaande ging in de hele zaal, vind ik oprecht dat je het goed oppakte elke keer. Je ging gewoon door, je had scheid aan iedereen en dat is heel knap. Dus echt heel goed gedaan. Dank je wel. Nou, het ging natuurlijk helemaal kut. Maar dat kwam door alle dingen eromheen. Ja, door Pascal, hè? Ja, door Pascal eigenlijk, ja. Yeah. Dat kwam echt vrijwel door Pascal. Je bent net 14. Geef het nog, ga lekker 4 jaartjes nog doorzingen. Ja. Want je hebt een goede stem. En dan op je 18e ben je hopelijk niet meer zo onzeker. Ja. En dan denk ik dat jij een hele goede zangeres kan worden. Nee. Jawel, okay. Dat denk ik wel. Dit is dus onzekerheid, hè? Ja. Moet je niet doen. Gewoon ja zeggen. Ja, dat ga ik doen. Ja. Yes, nigga. Wat zei je nou? Yes, nigga. Ja. Wil je mij Führer noemen? Führer. Dat is helemaal geen raar woord, hè? Oh, ja. Dat is alleen de connectie die je ermee maakt. Dat is raar. Oké, bedankt. Je mag... Ja, thank you. Hey, dankjewel. Ja, tot zo. Zijn jullie klaar? Wat doe jij hier? Gaat even door? Hoezo, waarom ga je hier zitten? Jij hoort te werken. Oké, handjes vast, AUB. Hey, jullie gaan vandaag te horen krijgen of jullie... Jullie gaan vandaag te horen krijgen of jullie doorgaan naar de finale. Ja of nee? Kan je je bek houden? Tot ziens. En degene die als eerste naar voren mag komen om te horen of hij of zij door is, is Kermit de guy, die guy met die kikker. Yeah. Ik wil je wat vertellen. Ja. Yeah. En dat is dat je niet door bent. Dat wist ik al. Hoezo wist je dat al? Nou, omdat ik dat in had geschat, omdat ik maar tot 10 seconden kan met mijn nummer. We willen graag nu dat je gaat huilen voor de video, want dan hebben we ook een... Yes. Nee, dan moet je het wel naar de camera doen. Oh, what the fuck? Zag je dat? Even naar de camera toe lopen en huilen? Ja, niet de camera, dat is grond. Okay. Ja, nu zou ik hem weer door willen laten. Ja, dit is wel echt puur acteerwerk dit. Heeft iemand wat water hier? Ja, we moeten even een mooi thumbnail maken. Gewoon een beetje, de oogjes dicht. Oké, okay, mooi. Brandon, ja. Kan je zeggen, Enzo Knol heeft cocaïne aan mij verkocht? Dat is voor de titel. Enzo Knol heeft cocaïne aan mij verkocht. Ja. Hallo jongen, dat is helemaal niet waar! Dat is voor de titel, thanks man. De volgende die te horen krijgen of hij of zij door is geworden... Charlie, ja. Kan je naar voren komen? Hey Charlie. Als allereerst wil ik zeggen dat ik het heel lief vond van je, dat nummer. Ik vond hem echt super. Ja, ook. Alleen denken we dat het voor de Arkwe Talenten Show, zeg maar, voor die finale niet helemaal geschikt is. Ja, het was wel redelijk awkward. Het was heel awkward voor mij. Het was wel, dit zeg is maar, ook awkward. Voelde me heel erg awkward. Als je nu in je handen klapt, dan ben je een zeehond, als je dan naar boven kijkt. Ja, ja, dat is leuk. Naast dat we het heel tof vonden, ben je helaas niet door. Is goed, dag. Okay. De volgende persoon... Volgens mij wil niemand überhaupt door, maar oké. Okay. Ja, dat klopt. Nee, volgens mij wil iedereen gewoon naar huis. We hebben unaniem besproken. Ja. Nou, dan mag jij naar voren komen. Hallo, racist. Je bent door. Gefeliciteerd. Wat? Kijk hoeveel zin die er gewoon in heeft. Ik had wel gelijk. Eigenlijk wil ik helemaal niet door. Ja, maar je bent door. Maar ik vind het prima. Dan hebben we jullie twee. Jullie mogen allebei naast elkaar komen staan. Handje vasthouden. En de persoon die door is van jullie twee, mag ik spannend licht. En degene die van jullie door is geworden... Vind jij hem leuk? Wie, man? Is geworden... Irene Kok! Kok! Irene Kok! Yeah. Hey, goeie. Nou, ik had dit niet zien aankomen. Ik ben heel gevleid. Nou, gefeliciteerd je me door. Je mag niet naast de prijs gaan, want jullie mogen allemaal van het podium af. Ja. Bedankt. Maar we zien jullie bij de finale. De finale. Zin in. Hebben jullie zin in de finale? Nee, het is geen podium. Hebben jullie zin in de finale? Ja. Ja? Oké, okay, ja. Nou.